Leuk dat je weer kijkt naar LSPA. Voor deze uitzending ga ik een dag lang de assistent zijn van topkok Ron Blauw. En ik heb nogal wat vragen voor hem. Want waarom zou je bijvoorbeeld een 2-sterren tent wegdoen als het lekker loopt? En dan begin je zoiets als een gastrobar. Een bar, weet je? Dat klinkt toch een beetje als bier en bitterballen. En of het nog niet erg genoeg is, is die onlangs ook nog een hotdog tent begonnen. Nou, hij heeft ons wat uit te leggen. Ik ben nieuwsgierig en ik heb een dag lang om uit te vinden waarom hij deze keuzes heeft gemaakt. Hey Ron, de gastrobar is nu een jaar, hè? Ja. Is champagne uit en appeltaart een groot jubileum? Nee, helemaal niet. Ben je blij dat je het gered hebt? Nee, het is wel het is een hele moeilijke beslissing geweest, maar het is wel een van de beste beslissingen geworden. Ja. Uiteindelijk. En het draait als een trein en het belangrijkste, ik voel me er zelf heel happy bij. Ja, had je dit ook nodig, als mens, was je echt toe aan die andere stap? Of was het gewoon op? Nee, wel, we draaiden voor een 2-sterrenzaak. Draaiden we goed. Maar de voor mezelf was de koek op. Ik haalde niet meer de voldoeningen uit een dag wat ik wel altijd had. Hoe uitte zich dat bij jou dan? Teneergeslagen thuis. Ging je aan de drank? Nee, dat is niet veranderd. Nee. Dus als je merkt dat je de creatieve ei niet meer kwijt kan. En ja. is dat kok eigen of restaurant eigen? Zeg je van ja, weet je, je kan nou eenmaal maar een x aantal jaar dit op zo'n level? Of is dit echt, dit is Ron gewoon? Ja, dat is wel iets wat had ik misschien nog al 2 jaar eerder moeten doen, maar dat is altijd achteraf. En daar hou ik niet zo van. Maar ook de omstandigheden. Ik was in een groep gegaan, ik deed het samen met een aantal mensen, dus je hebt ook gewoon je verantwoording, vind ik. Het is makkelijker om met elkaar te gaan samenwerken dan uit elkaar te gaan. Dan denkt iedereen van, nou, dat is dan een knoop, dat is even doorknippen. Hè, maar dan moet je ook allerlei dingen nog voor regelen. Dus dan moet je ook je verplichtingen nakomen, vind ik. Maar het was ook gewoon dat ik was gewoon te ver af van wie ik als kok was. En dat wou ik weer terug. Ik ben ook nu een stuk ondernemer geworden natuurlijk. Ik heb gewoon ook een chef staan in zo heb ik eigenlijk altijd al gewerkt. Dat ik niet 14 uur in tussen die muren stond van die keuken. Dat benauwt me ook. Dat zie je aan heel veel jongens nu, als Sergio en die uit willen. Dat is heel, het is een heel klein wereldje dan als je alleen maar achter dat fornuis staat. En ik ben nooit zo geweest. Ik heb altijd heel veel jongens die bij mij gewerkt hebben, heel snel zelfstandig laten worden. En ook dat ze volwassen werden en eigen beslissingen en ook op eigen benen konden staan. En dat is me altijd prima bevallen, omdat ik dan ook veel creatiever en dat ook van de andere kant kon bekijken. Ook als ondernemer, ook de cijfertjes van de zaak vind ik belangrijk. En dat vergeten. De cijfertjes van de zaak? Nou, die gaan heel goed, ja. Ja. Ik dacht heel erg toen ik die stap ging maken. En daarom was het ook een hele moeilijke beslissing, omdat je ook als met het etiket 2 sterren en de stempel topkok, waren heel veel dingen bij, ook commerciële dingen, die heel aantrekkelijk waren. Dus wat ook nog voor extra inkomsten, dat ik die allemaal kwijt zou raken, omdat ik natuurlijk die 2 sterren ging opgeven. Eigenlijk is het in het jaar is het tegendeel is bewezen. Het is juist dat er heel veel op me afkomt nu, door mensen die rechtdoor. Heel veel mensen die juist dat ik mijn hart heb gevolgd, wat eigenlijk een hele normale beslissing is, misschien op het juiste moment gebeurde en dat bij iedereen heel veel teweeg bracht. De aandacht is ongelooflijk nog steeds. Terwijl ik eigenlijk maar gewoon mijn zaak heb dichtgegooid en een nieuw restaurant ben begonnen. Maar dat ik zei van ja, ik wil weer gewoon lekker koken en ik volg mijn hart. Ja, dat is denk ik wat heel erg leeft onder de mensen. Ja. Is dat een taboe? Nou ja. Het is wel wat heel veel mensen niet durven. Ik heb zoveel mensen die ik tegenkom die zeggen, ja, ik sta al 20 jaar in die klote file elke dag. Ja, denk ik, ja, kap er dan mee, ga wat anders doen. En aan de andere kant zie ik het ook veel meer gebeuren door het boek wat we gemaakt hebben over Amsterdam.
zijn we zoveel jonge mensen tegengekomen. Die mensen die bij NUON werkten en een bakkerswinkeltje zijn begonnen. Omdat ze het leuk vonden om brood te bakken. Een meisje wat bij de bank werkte die een taart is gaan maken voor restaurants. Nou, dat vind ik geweldig. En dat vind ik inspiratie. En dat zie je toch steeds weer dat weer gaat gebeuren. Ik dacht altijd dat die grote supermarkten alles weg zouden blazen. En dat de kleine winkeltjes zouden verdwijnen. Maar het tegendeel is begint weer te komen. Dat juist die kleine winkeltjes in elke buurtje weer terugkomen. Het slagertje, het groenteboertje. Hier moeten we eraf. En dat is een hele goede ontwikkeling. Want dat houdt ook de supermarkten heel scherp. Ik bedoel, dus natuurlijk ook in ons vak is er heel veel kinderzinnen en is heel veel afgunst. Maar ook daar heb ik wel gewoon afscheid van genomen. Al die zogenaamde feestjes en proeverijen en al dat soort dingen. Daar wil ik gewoon niet meer bij. Dus, het is goed zo. Ik heb 2 sterren gehaald en op mijn manier. En misschien zat er meer in. Maar ik ben nu helemaal gewoon, doe gewoon mijn ding, mijn eigen ding en dat bevalt me prima. Het is ook allemaal veel te kort om alleen maar te werken, vind ik. En ik vind het werken leuk, want dit is niet mijn werk hoor, het is gewoon mijn dag en mijn leven. Dus ik zie het ook niet als, ik ga naar mijn werk. De eerste afspraak in jouw eigen mooie tent. Die afspraken, wat moet ik me voorstellen, wat voor mensen spreek je af? Wie moet jij spreken? Is dit leveranciers, onderhandelingen? Nee, dit woensdag is meestal... Dinsdag en woensdag is de dag dat ik afspraken heb voor interviews en dit is voor een lezing die ik... Dit wilde dat ik een lezing hou in oktober voor jonge talenten, jonge ondernemers. Het is het tweede gesprek, een beetje wat en daarna heb ik een interview met een food magazine, buitenlands food magazine. En daarna heb ik weer een afspraak met een Nederlands blad. Wij laten jou even in je intake. Als personal assistant geef ik je natuurlijk alle ruimte. En dan komen wij straks alweer bij je kijken voor de koffie. Top. Ja. Tot zo, hè. Tot de volgende keer. Ja. Oké. Okay. Hey Ron, dit is dus je trots nu. Dit is de gastrobar. Ik las een interview van jou met 10 lessen van Ron Blauw. En een ervan was spring in het diepe. Ja. Heeft het zo voor jou opgevoeld aan het begin? Of was het eigenlijk gelijk, voelde het gelijk goed? Nou, het voelde wel gelijk goed. Dat was sowieso... ik wist dat ik dit moest doen. Alleen het doen. En de beslissing van ik ga het doen, maar het doen, dat was wel heel moeilijk. En dat was wel iets wat wel een jaar door mijn hoofd heeft gesproken. Het heeft een jaar ongeveer gereisd. Ja, je moet knopen doorhakken, je moet dingen loslaten. Je moet allerlei financiële afspraken die je hebt gemaakt. En afspraken met sponsors en met reclame dingetjes. Dat ik dacht van ja, jezus, dat gaat allemaal weg. Ja, mensen, want het is ook niet even dat je zegt, nou begin even ergens een zaakje om wat uit te proberen. Het is natuurlijk gelijk ook weer. Het heeft gelijk een grote impact. Ja, het is, het is niet een zaakje met 30 zitplaten. Het is een zaak met 100, 120, 130 man en een flinke huur. Ja. Dus er moet wel ook gewoon einde van de maand moesten er weer positieve cijfers komen. Ja. Ik heb een bank gehad die heel positief was. Die echt heeft meegewerkt en heeft meegedacht. Wat ook uniek is. Had het anders gekund? Kan het iets zonder bank in deze tijd? Nee, dit had niet zonder bank. Ja, het had wel gekund. Maar dan had ik een geldschieter of een investeerder. Ja. Maar daar had ik absoluut geen trek in. Ja. Dat is vaak zo dat dan iemand geld investeert. En dan gaat die vrouw gaat zich ook ineens bemoeien met de gordijnen. En, want dan is een verjaardag, het is ook mijn zaak. Dus daar had ik geen trek in. Ik wou het echt met de bank doen. Ja, ja. En de Rabo was echt heel positief. En die geloofde gelijk in mijn verhaal. Dat ik ook dat de gastronomie moest veranderen. Ja, want dat is nog misschien het belangrijkste. We hadden het daar in de auto al even over. Jij wilde veranderen, jij wilde anders koken. Maar eigenlijk vond je ook dat de manier waarop het... waar de sterrenrestaurants naartoe zijn gegaan. Hè, dat niveau van koken waar het uitgekomen is. Ja. Eigenlijk ook niet meer de goede manier. Niet waar we moeten willen zitten. Nou ja, het werd een soort trucje. En vooral in de topzaken. Werd het een soort, dat is 3 sterren. En als wij dan dat voor 80% gaan kopiëren, dan worden we misschien 2 sterren. Dus het was heel weinig ziel en eigen stijl. Sta ik hier in de ziel van Ron Blauw? Ja, ja.
absoluut. Ja. En hoe verhoudt dat zich tot waar we zo een kijkje gaan nemen, tot je een nieuw concept? Vet dog, ja. Hotdogs en champagne. Ja. Dat is ook jouw ziel. Ja. Heeft jouw ziel dan zoveel verschillende kanten? Ja, heel veel nog. Ja, nog wel 10 meer, denk ik. Ja. Maar het is vooral gewoon de dingen doen die ik leuk vind. En ik heb altijd heel veel ideeën gehad. Ik wou 10 jaar geleden kwam er een pandje vrij in Ouderkerk. En ik dacht, als ik daar nou een tent in begin met biefstuk, met vlees. Nou, dat deed heb ik niet gedurfd. En 2 jaar later kwam Loetje in Ouderkerk. Ja. Dus dacht ik van, jezus. Had ik het nou maar gedaan. Dus dat heb ik een paar keer meegemaakt ook. Dat ik dacht van, ja, ik moet gewoon... Misschien heb ik dat in me om gewoon ideeën en om gewoon dingen neer te zetten wat in mijn kop rondgaat. En, heb jij van die vertrouwelingen, mensen die heel dicht bij je staan, van wie jij het ook pikt dat ze tegen je zeggen van, joh, ja, waarom ben je een lul? Ja. Dit gaat niet goed zo. Ja, maar ik denk ook dat een van de... kijk, mijn vrouw is daar een van. Ja, dus soms is dat niet leuk als je de hele dag hebt gewerkt en dan krijg je nog een bak met kritiek thuis of zo. Ja. Bij mij moet het ook even landen. Want ik dacht daarna wel dat ik het kan relativeren. Je hebt gelijk. Maar, ja, schat. Ja. Sorry, schat. Maar om dat te zeggen. Of dat je dan om tegen iemand. Als we hebben heel veel mensen werken. Maar om iemand zo ver te krijgen. Van dat hij eerlijk is dat hij een fout heeft gemaakt. Dan heb je een grote stap gemaakt, vind ik. Dan al die draaikonten die zeggen. Nee, was ik niet. Maar nee. Daar creëer je ook geen team mee. En daar word je ook geen winnaar van. Heb jij hier een winnaarsteam? Ja. Ja. Zijn ook mensen nog van jouw vorige restaurant? Nee, bijna niemand meer. Bijna niemand nee, meer? Nee, één of twee. De sommelier is geloof ik meegegaan? Ja. En Marijke werkte nog. Ja, die ook. En die waren allemaal, iedereen zei van, ga mee. En ik wist wel dat er van de 20 dat er 15 zouden afvallen na 1-2 maanden. Het was natuurlijk anders. In plaats van dat hier 4-5 tafeltjes stonden, staan er nu 15. Ja. Ja, het is dan, ja, we kunnen geen aandacht geven aan de mensen en we kunnen niet een half uur praten over dat witte druifje in die wijn. Nee, daar had ik ook geen trek meer in. Die fles moet op tafel. En die moet goed koud zijn en die mensen lekker zelf kunnen bijschenken. En dat is voor mij uit eten gaan. In plaats van elk neem een slokje en dan wordt het slokje weer bijgeschonken. En dan, ja, daar was ik helemaal klaar mee. Dat geneuzel of een... Als je van tevoren komt en dan komt er een blad met 16 soorten brood waar je uit moet kiezen. Dat je eigenlijk een half uur, drie kwartier verder bent voor je echt je gerecht krijgt. En dat is volgens mij de grootste... waarom zitten heel veel van die topzaken leeg? Daardoor. Het heeft niks met prijs te maken. Die zijn gek geworden. Ja, het heeft niks met prijs te maken. Hè? Mensen zijn echt bereid als het goed is om ervoor te betalen. Het heeft te maken dat ze allemaal een soort trucje ervan doen en een soort show ervan maken. Het heeft met tijd te maken. Mensen willen gewoon door de week binnen 1,5 uur kunnen eten. En dan kunnen beslissen wat ze of ze blijven zitten. Of ze moeten weer terug naar de zaak of ze willen naar huis. Zijn de sterrententen, zijn dat dinnershows geworden? Ja, je zit zo'n 4-5 uur moet je ervoor uittrekken. En dat is op vrijdag, zaterdag vinden mensen dat prima, dan gaan ze lekker. Maar door de week moet het gewoon boem, gas erop. En dat doen ze verkeerd. Laten we eens in de keuken gaan. Ja. Sinds ik voor mezelf begon, ook als dat ik het heel belangrijk vind dat ik wilde ideeën aandragen, maar ik wil vooral dat mijn chef een eigen identiteit heeft. En toen ik 2 sterren had, deed ik dat ook. Dat ik veel meer een soort eruit kon stappen uit die keuken om ook van een andere kant te zien. En gewoon, ja, je ziet dingen, je proeft dingen, dus je weet dat het goed is. En misschien kan Bobby wel veel beter koken. Het is juist het vertrouwen geven, denk ik. En een soort daardoor een team creëren. Ja. Vindt Bobby dat hij beter kan koken? Of? Nee, ik denk dat Bobby... Dat Bobby beter... Is het een nieuwe sterren, een aanstormend chef? Aankomende Ron Blauw. Is dit de volgende Ron Blauw? Nee, ik weet niet. Misschien is een Johnny of een... Of zijn er nog 15 tot 20 jongens die veel beter kunnen koken. Alleen heb ik er misschien meer uitgehaald. Ja. Wat was het take? Jij rolde van school af. Wist je niet eens dat je kok wilde worden? Nee. Dus 40% zei jij is talent. Ja. Wat is de rest dan? Wat is die andere 60? Eigenlijk is de rest is gewoon dat je het leuk vindt wat je doet. Maar en dat je er lol in hebt.
Als je dit als werk gaat zien, dan hou je dat 5 jaar vol en dan ben je weg. En dat zie je ook heel veel jongens die, en ook in de kersttijd toen ik daar zat, die ook in de pauze kookboeken lazen. En ik las de Voetbal International, want dat ze tegen me zei, ja, maar je moet wel een kookboek, je moet het vak laten. Ja, jongen, flikker op. En al die jongens, van die 20 die dat zijn allemaal, of ze werken bij het ziekenhuis, in een ziekenhuis, of werken bij een bejaardenhuis, of er zijn er maar 1 of 2 die door zijn gegaan. Dat is allemaal afgeknapt. Dus je moet ook heel goed kunnen loslaten en je hoeft ook niet 7 dagen in de week daarmee bezig te zijn. En dat probeer je ook over te brengen aan. Want je moet af en toe ook je kop vrij en gaan karten. Het is natuurlijk moderne tijd, Ron. De gastrobar is op Twitter en ik had even een tweet eruit gestuurd met onze apenstaartje Seven Ditches verhaal. Vragen voor Ron Blauw. Iemand wil heel graag weten, is er iets wat jij niet lust? Haring. Geen haring voor Ron Blauw. Verschrikkelijk. Ik wou nog even een haringpakketje voor je mee. Nee. Ik heb een weggekomen. Verschrikkelijk. Ja. Kijk, hier hadden we het over in de auto. Dit is het meeste wat het meest verteld wordt in de keuken. Sorry? Ja? Het meest gebruikte... Ja. Dat is een belangrijke vakterm. En dit is ook, wordt heel veel onderschat, maar dit is ook heel, een van de belangrijkste... De jongens die... die zijn niet, als dit niet functioneert in het bedrijf, dan kunnen we allemaal... Ben je daar begonnen ook? Ja, ben ik begonnen. Dus ik heb er altijd ook een affiniteit mee gehad. En ik vond dat heel leuk om te doen. Omdat je, dat was een kleine zaakje, maar dan kwamen die pannetjes kwamen terug met die sausje erin. En dan zat ik met brood, zat ik dat. Dus ik vond gewoon dat ik in een restaurant werkte, vond ik gewoon fantastisch. Een van de belangrijkste dingen die moet ze ook. Juist de afwassers ook en de schoonmakers. Moet je onderdeel maken van het geheel. Echt goed salaris krijgen, zie je. Ze delen mee in de fooi, volledig. Dus de afwasser krijgt net zoveel fooi als de chef. Nou, in het begin hebben we heel veel discussie over gehad. Ik vind dat het gewoon zo, dat ze dat envelopje krijgen. En dat ze zien dat ze gewoon hetzelfde waardering krijgen als de chef-kok of als de maître. Maar vindt hij dat ook, denk je, dat hij goed zijn salaris verdient? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Ja? Ja. Dan begrijp ik, dan ga ik hem door straks vragen. Ja. Anders ga je dat. Nee, maar mag je vragen aan hem. Ja. Ja. Ik denk dat hij... Kan dat hier ook meer dan in die sterrentent? Nee, helemaal niet. Ik heb dat altijd gedaan. Ook omdat ik zelf de ervaring had toen ik nog chef was. En dan kreeg ik, weet je wel, ik wist wat er binnen kwam aan fooi. En dan kreeg ik in een week kreeg ik 100 gulden of zo. Terwijl ik wist dat het 20-voudig binnenkwam. Dan denk je, ja, weet je, zo ga je, dat komt altijd uit ook. Degene die harder werken. Die mogen ook meer krijgen. En die krijgen meer. En dat is heel, dat doe ik helemaal niet ingewikkeld over. En ze weten ook dat ik zo in elkaar zit. En ze weten ook, vooral de koks, als ze gewoon hier 1 of 2 jaar blijven. Dat het heel makkelijk is om verder te komen in dit vak. Want er gisteren toevallig een jongen, een jonge jongen, werkt hier een jaar, leerling. Nou, weet je wel, die wou alweer naar een ander bedrijf. 24. Ik zeg, ja, je moet nu ook wel een beetje gaan bepalen wat de komende 15 jaar je leven gaat worden. Het klinkt heel, ik wil net hebben over mijn opa hoor, maar ik ben ook die jongens hier een beetje aan het opvoeden. Ze zijn niet meer dan thuis. Ze zijn niet meer dan bij hun vriendin. Dus je moet ook zorgen dat het heel erg een team wordt. Je klinkt een beetje als een sportcoach. Nou, maar dat is ook wat ik net zeggen. Ik heb daar heel veel ook met Van Gaal heel veel gesprekken over gehad. Toen ik een boek aan het maken was. En er waren heel veel, ontzettend veel raakvlakken. En ook de manier hoe hij mensen prikkelde. Dat vind ik geweldig. Als Van Gaal jou nu kwam coachen, hè? Wat moet jij nog leren? Wat zijn stappen die jij nog wil zetten? Nou ja, misschien het temperen. Dus hoe Van Gaal het zou zeggen, simpel spelen. Speel je soms te moeilijk? Ja, soms ben ik te moeilijk, maar dat zit ook in mijn karakter. Dus Van Gaal zou zeggen, je hoeft die bal niet op te halen en naar het doel te brengen. Maar soms moet je ook op een plek gaan staan dat je... Maar dat zit ook in mijn karakter en ik vind dat ook de aard van het beestje. Dat ik soms mijn agenda of dat ik mijn week kijk, dat ik, jezus, dan zeg ik weer overal ja op. En dat mijn vrouw weer zegt, nou maar, je moet nou eens leren om nee te zeggen. En laat het nou via mij gaan. En dan gaat het via haar. En dan zijn er nog 3, 4, 5 mensen die ertussen geglipt zijn. Wat heb je dan? Ja, die heb ik ook nog eventjes... Dus het is ook gewoon, ja, ik wil elke dag bruisen. Hey Ron, dat jij
bent geswitcht hè, van zaak en nu ook dat je dat hotdog concept begint. Zegt dit nou iets over jouw ontzettende marketinginstinct? Voel jij gewoon wanneer er de tijd is voor iets nieuws? Nou ja, dat is wel een van mijn... als we het over positieve sterke punten, dat voel ik wel, ja. Ja, je voelt het gewoon aan. Ja, ik vind het ook leuk om door het vele reizen en altijd een iPadje mee en dingetjes noteren en foto's maken. Waardoor ik een ontzettende database heb van stromingen, nieuwe dingen en ja. Er moet wel, ik vind dat we ontzettend toch wel een land nog zijn steeds van kopiëren in de gastronomie. Dus weinig... Originaliteit. Ja. Natuurlijk zijn er een paar uitzonderlijke, kijk, Sergio en Ionis, dat zijn gewoon supertalenten. Die zouden ook in New York gewoon top of the world zijn. Maar daaronder zit toch heel veel wat er achteraan hobbelt en weinig eigen identiteit heeft. Ja. En maar is dan die overstap van jou ook, je zei, keuze vanuit het hart, om gewoon het helemaal anders te gaan doen? Want ik wilde weer koken om lol te hebben. Maar ja, het loopt ook wel prachtig synchroom, als ik dan zie hoe het loopt bij jou, met de nieuwe trend. Heb jij gewoon de nieuwe trend aangevoeld? Ja, misschien wel. En misschien, je hebt wel eens dat je echt die beslissing neemt op het juiste moment. En dat is, ik heb heel veel geluk gehad met alle media wat er omheen kwam. En dat had ik nooit verwacht dat het zo zou zijn. Ja, het merk Ron Blauw, dat helpt. Ja, dat was echt, daar ben ik echt van geschrokken. Heb jij daar iets ooit voor gedaan, zeg maar? Iets specifieks? Nee. Zoek jij de media op? Nee, of, nooit. Helemaal niet. Maar je helemaal vindt het wel, dat denkt iedereen. Ja. En echt, dat is absoluut niet. Het komt gewoon om af. Het komt om mijn pad. En de leukste aanbiedingen. Ben jij een ijdele man? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Nee, natuurlijk, je bent ijdel, je boeien. Ik zou graag dat ik zou er nog 10 kilo af willen en iets minder wallen onder mijn ogen, maar aan de andere kant, ja. Ja, ja is... want de Ron Blauw van vroeger, dat was een triatleet, toch? Ja, triatleet, ja. Ja. Hoeveel kilo is dat geleden? Dat is een gemene vraag. Nou ja, goed, dat is wel 15 kilo geleden. Ik ben nooit... Hoe zeg je dat? Ik heb hele zware botten. Ja, dat vind ik mooi. Een kok mag dat ook zeggen. Nee, ik ben nooit vol... Hier gaan we naar rechts. Ik ben nooit vol slank geweest. En ik, je merkt gewoon dat je er veel meer... Hoe ouder je wordt, hoe meer moet je ervoor doen. En ik vind het ook helemaal niet erg. Alleen, ik sport veel. Ik ga zo Alpe d'Huez weer doen over 2 weken. Dus dan moet ik 3 keer die berg op. En dat ga ik ook doen. En ik train best wel veel. Alleen, ik ben ook Bourgondier. Dus ik kan het ook niet. Ik vind het leven ook te mooi om... Om de hele dag aan een appel te zitten. Ik hou van een wijntje en gin tonic op zijn tijd. Maar ik kan ook zometeen dat ik zeg, vanaf volgende week gaat er 50 kilo af. En dan gebeurt dat ook. Alleen ik heb nu gewoon niet de tijd ervoor. En de zin? Ook dat. Vroeger had ik dat wel gedaan. En dan zou ik heel erg ongezellig en heel erg chagrijnig. En nu weet ik gewoon... Nu op dit moment moet ik dat niet gaan doen. Nou, dus wij boffen eigenlijk dat je niet in een afvalperiode zit. Fijn. Nou ja, afval. Dus, je gewoon een rondblauw in de auto gehad. Ja. Gewoon meer sporten. En ik box graag. Kickboksen doe ik graag. Hardlopen. Nou ja, ik heb allerlei blessures door het koken. Gekantelde bekken door het krom staan. Allemaal dat soort dingen. Ja, weet je, ik moet nu gewoon om de week word ik helemaal... Een beetje weer reset. Door een goede fysio, Leo Echtelt van Fysio met. Ja, die pakt me dan echt. Pakt alles onder handen. En dan sta ik weer recht. En dan voel ik me weer. Maar zoals hardlopen, wat ik heel graag deed. Dat kan gewoon niet meer. Koken, aanslag op je lijf. Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. Mensen vergeten wel. Vanaf mijn 16e ben ik bezig. En het zijn ook natuurlijk tropenjaren. De eerste maand zijn we nu open. En je wil niet weten hoeveel aanbiedingen we hebben gekregen. Ook van grote hotels. Ja? Wat willen ze dan? Ja, die willen dan zo'n vet dok in het hotel. Of een... Oh ja, gewoon echt als concept. Ja. Oh, wat cool. En dat is superleuk. Ja. Meneer Blauw. Top. Ja. In de pijp. In de pijp, hè? Een nieuw soort kroeg. Waar je in plaats van de bitterballen en de vlammetjes
een hotdogje eet. Kijk, we vragen €4,50 voor een hotdog. En dan heb je ook nog mensen die gaan zeggen, ja, maar bij IKEA kost je 3 kwartjes. Nou, ik wil best wel het filmpje laten zien van hoe IKEA die worst maakt. Ja. Of hoe wij hem maken. Bij ons zit het vlees in. Ja. Maar ja, er is gewoon 75% die dat niet begrijpt. Ja. Nou, die moeten dan lekker naar IKEA gaan. Ja. Je moet een beetje kunnen staan, een beetje kunnen hangen. Weet je, die badden hebben we echt een beetje laag, soort toog van gemaakt. En het is echt waanzinnig hoe het trekt op de jeugd uit de buurt ook. Het zijn allemaal leuke mensen zitten er te eten. En ook gezinnen met kinderen. En... Ja, dan schrijf ik ook een beetje aan. Hè. Als je daar met z'n tweeën zit, dan gaan er gerust nog 2 vreemden bij zitten. Of bij staan, dus dat... Hey, Ronde, zijn we alweer onderweg naar het volgende project. Niet één van jouw zaken, tenminste niet zelf. Maar dit is een club die jij adviseert. Ja, Pasta en Basta. Dus 1,5 jaar geleden benaderd om naar de kaart te kijken en mijn idee erover te laten vallen. Is dat is het Tuned By concept, toch? Ja, ja. Tuned By Ron Blauw. Ja. Hey, maar what's in it for you? Waarom doe je dit? Is dit gewoon keihard financieel? Of, nou ja, ook, tuurlijk ook. Maar het is ook vooral, ik vind het ook leuk. Ik vind het leuk om te adviseren en om ook echt gewoon iets bij te dragen om gewoon ook meer omzet eruit te halen en het... En lukt dat? Zit dat nou voor zo'n zaak, zo'n onderneming, vaak gewoon echt in de keuzes die ze gemaakt hebben qua kaart? Of, Ja, dat zou je, kijk, als eerste moeten vragen aan de eigenaar of aan de mensen zometeen. Maar ja, ik denk het wel. Het is druk en de kwaliteit van het eten is omhoog gegaan. En dat is dan mijn rol. Kijk, daar kunnen we volgens mij staan. Te gek. Dat is dan mijn rol. En ik vind het heel leuk om te doen. Goed. Hey. Goed. Hi. Ja. Ik heb een heel erg hekel aan dat ik als een soort met een vingertje erboven sta. Ja. Van de eminence grease. Nee, dat wil ik helemaal niet. Dus nee. Moet gewoon, het is zijn ding, hij is een chef. Alleen ik wil graag helpen om dingetjes van dat zou. In het begin hebben we wel dingen echt omgedraaid. Gewoon, we gaan het buffet anders maken en de pasta's. Dus meer een beetje share dining. Nou ja, dat moet even landen. Weet je, dat is wel, ja, als je altijd zo gewend bent om zo te werken, dan is een verandering is altijd moeilijk. Ah, en dat is heel goed gegaan, ook vooral door de belangrijkste, de gasten hebben dat goed opgepakt. Nou, dan is het te kijken hoe kunnen we dan vanuit daar weer makkelijker maken hier, de trucjes. Ja. Nou, zit er nu na 1,5 jaar in. En nu zijn we bezig om gewoon op het seizoen de kaart te veranderen. En dan is het vaak dat ik, nu hebben we eigenlijk voor het eerst gedaan dat ik zeg, Tom, kom met een kaart. Laat jij zien wat de ideeën die jij hebt. Ja. Nou, dan proeven we dat. En dan schiet ik erop. En dan passen we dingen aan en dan proeven we het nog een keer. En dan zijn we er. Top. Ja, chef. Onze nieuwe gerechtjes. Ja. We hebben onze ravioli met gevuld met aardappel en mascarpone. En gefrituurde sali en een beetje spaghetti met... Dus met de bruine boter weer? Ja, dat is okay, die met je gewoon weer terug naar de hoe die... Ja. En is die met je zeevruchtjes, mosseltjes? Ja, mosselen marinara. En je kikkertjes erdoor. Ja. Top. Selderij. Ja, die was vele keels. Fantastisch, vond ik. Ja. Oké, okay, nou proef. Lekker. Zo is het toch het lekkerste? Ja. Met die boter erin. Ja. De noten smaak, hè? Je wordt er echt hardloper, volgens mij. Ja, ik denk het ook. Maar hoef je ook niet die bouchon mosseltjes ook niet hiervoor te gebruiken? Die kleintjes, nee. Hè? Gewoon Hollandse. Ja. Prima. De kleinste maat, hè? Ja. Die bouchotjes zijn niet te betalen. Nee. Of wel te betalen, maar die zijn best wel. Je moet ook, ik vind altijd dat er veel slappen tussen zitten. Ja. Ze breken snel. Het seizoen is ook heel kort, hè? Ja. Heerlijk. Ja, zomerse pasta, hè? Ja.
Beetje, lekker op het terrasje, glaasje wijn erbij. Ja. Oh. Nou, lekker. Top. Niks meer aan doen. Oké. Okay. Hey Ron, hoe organiseer jij dit allemaal? Heb jij, is er een grote Ron Blauw holding waar alles onder hangt? Een hele grote op de Maagdeneilanden. Op de Maagdeneilanden met een postbusadres en zo. Nee, maar het begint wel een aardig. Nou ja, het is een soort beheer, Ron Blauw beheer, BV. Ja. Ja. En, want je hebt een hoop om rekening mee te houden en aan te denken. Dat heb je daar allemaal wel managers op weer op zitten daaronder? Ja. Ja, dus eigenlijk mijn agenda en zo wordt elke dag ligt die gevuld. Ligt die klaar en gevuld. En ook gewoon dagen dat ze weten dat moet, dan wil ik gewoon 100% met de gastrobar bezig zijn. En dat blijft uiteindelijk het moederschip. Hey, hoe heb jij dat dan 20 jaar gedaan, zeg maar, gewoon in die keuken van Ron Blauw Amsterdam? Nou ja, toen deed ik ook al heel veel gewoon erbuiten hoor. Want dat heb ik altijd leuk gevonden. Ik heb Palazzo gedaan als eerste in Nederland. Dat was een grote circus tent. Ja. Waar artiesten en eten samen. Nou, daar zei iedereen van, nou, je bent gek als je het gaat doen. Toen had ik 1 ster. En toen zei iedereen van, nou, als je dat gaat doen, dan raak je je ster kwijt. En toen kreeg ik een 2e ster. Ja. En toen zei iedereen, zie je wel, dat is goed omdat hij dat erbij doet. Dan, dat vind ik. Weet je, het is altijd zo, het ligt al heel dicht bij elkaar, maar ik heb altijd, ja, juist vind ik dat leuk om die dingen, of een televisie is, of ik heb altijd wel gedaan wat ik leuk, zonder rekening te houden met, en ik ben heel veel ook gewoon gelijk weggegaan van de zaken, en die jongens dan de verantwoording geven. Ja. Want, weet je, Bocuse zei altijd, als we aan hem vroegen van wie kookt er nou als u er niet bent, en dan zei Bocuse dezelfde als ik er wel ben. Oh, mooi. En dat is natuurlijk, zo moet het zijn. Ja. Ik moet gewoon mijn smaak kunnen overdragen en aan mijn chef. En die moet het kunnen uitvoeren. En ik moet af en toe bestaken tussen nog. En we zijn aan het jammen met elkaar en nieuwe dingetjes. En ik kom weer met ideeën van gerechtjes of restaurants in het buitenland van die hij even moet volgen of naar hem toe moet. En zo versterk je elkaar. Maar het grappige is dat een paar jaar geleden waren dan de 2 en de 3 sterren jongens die waar tegenaan gekeken werd door iedereen, alle koks. En nu zijn het juist jongens die gewoon een barbecue tent beginnen of een leuke Rijssel in Amsterdam, waar je gewoon lekker kan eten, die op het podium worden neergezet. Dat is heel, dus dat daar de jongens met die sterren over praten, van je moet daarheen of je moet. Dus dat is heel, binnen 1 of 2 jaar is dat veranderd. Je hebt, in Parijs heb je Le Fooding, dat is een gids. Waar alle leuke bistronomie restaurantjes in staan. Die gids heeft nu al meer oplagen dan de hele Michelin gids. Ik wil niet weten, als ik op de camping in Italië sta en in korte broek een kip sta te bakken, dan hoeveel Nederlanders er langs dan, oh, een kippetje vanavond. Ja, een kippetje vanavond. Ja. Als ik pizza's haal bij de receptie. Dat zo, een pizza. Jij ook aan een pizza? Ja. Ik moet toch ook eten? Ja, maar dat is gewoon een soort stempel die erop zit. Ja. Want kan Ron Blauw wel naar een McDonald's? Wordt dat geaccepteerd? Nou ja, nee. Ja. Er zijn best wel mensen die dat. Ik heb ooit gezegd dat ik McDonald's respecteer op de manier hoe ze dat overal. Dat die cheeseburger over de hele wereld gewoon zo'n impact heeft en zo overal hetzelfde is. Ja. Dat ze echt zo, dat ze zo in concept, kunnen denken, dat is gewoon heel knap. Ja. Zo, en om te ontspannen, Ron, wat doe je dan? Sporten doe je? Je bent ook muziekliefhebber, toch? Ja, DJ'en. Kijk. Dus, plaatjes draaien. Eigenlijk al is dat iets vanaf mijn 12e, de lokale piraten in Horen. Was jij dat? Ja. Grote zendmasten die steeds hoger werden. En door tijd en werk mee gestopt. En toen je tot een jaar of 10 geleden, toen het digitaal een beetje kwam en weer opgepakt. En nu een soort studiootje boven. En af en toe bruiloft en partijen.
Ja, bruiloftpartij. Ik heb X ogen gestaan in bij Eindhoven. Voor grote festivals, Koninginnedag. Toch wel voor dat je voor een paar duizend man staat. En dat, dat vind ik geweldig. Dat vind ik gewoon dat het... Ik ga er helemaal van glimmen, joh. Had je dat liever geworden misschien? Ja. Ja, dat had ik wel. Dat was wel altijd mijn ultieme droom. Bandjes opsturen naar Willem van Deuzenkom en zo. En de Vara. Maar ja, niet goed genoeg. Maar hier achterin heb ik toch de Ron Blauw die alles kan. Voor wie er eigenlijk geen grenzen zijn. Dat kan je alsnog toch doen? Ja, maar ik heb wel. Dus ik vind mezelf nog niet goed genoeg. Ik ben helemaal niet technisch. Dus ik weet ook totaal niet hoe zo'n DJ boot alle knopjes en zo. Begin ik echt van te zweten als ik daar. Er zijn jongens die dat gewoon eventjes tak aansluiten op je computer. Even een ander galmpje erin. En, ja, dat wil ik eerst weten. Daar ben ik te veel perfectionist voor om dan al... Dan komen dezelfde eigenschappen die jij als kok ook inzet. Ja, ik wil het eerst. Ik wil het apparaat kennen dan. En dat heb ik nog niet. En dat gaat... Ik heb les. Mike van Loon af en toe die spijkert me bij. Ja, en dan op die manier probeer ik steeds beter. Steeds meer zelfvertrouwen dan erachter te krijgen. Maar het is nu vooral zo'n zaal op zijn kop zetten. Door goede muziek en mensen uit hun dak laten gaan. Dat vind je mooi. Dat kan met eten. Ja, het is een beetje hetzelfde. Het is zo'n menu. Er is ook een opbouw weer, een climax. En dan ga je weer een stapje terug. En dan komt er nog een extra climax achteraan. Dat vind ik met een uur of twee uur platen draaien, vind ik dat ook waanzinnig. Je kan iedereen zo bespelen. Ja, dat vind ik mooi. Als die grote jongens, die hebben volgens mij de tijd van hun leven. Hey, hoe lang ga je dit volhouden, Ron? Ja, nou, heel lang. Ja, ik heb er lol in, dus... Ja, iemand die gaat achter zijn pannen bezwijken ooit? Ja. Nee, dat niet. Nee, nee. Gewoon, ik wil zoveel mogelijk proeven en zien. Dat heb ik altijd al gehad. En, ja, reizen. Ik ga voor anderhalf, twee weken ga ik naar Peru voor 8-9 dagen. Dus ja, dat vind ik mooie dingen. Om ook veel van de wereld te zien. Waardoor ik weer heel veel inspiratie krijg. En, mooi. Ja. Ik ga de deur voor je open doen. Dankjewel. En ik wil jou bedanken voor een hele leuke dag. Graag gedaan. Inkijk in jouw leven. Top.